Welkom bij ons interview. We gaan het hebben over de overstroming die in 1916 plaatsvond. Yeah. Hoe bent u voorbereid op een overstroming? Nou, voorbereid niet, maar wat moet je zeggen? Je kan hier bijna niet op voorbereiden. Want je weet nooit waar je ineens komt. Wat zou u doen bij een overstroming? Zou u vluchten of uw spullen redden? Vluchten. Waarom vluchten? Omdat die spullen die kan je wel weer vervangen. Maar natuurlijk de mensen en jezelf niet. Dat is het belangrijkste. Eerst alle mensen, kinderen, allemaal, dat die allemaal veilig zijn. Wat zou u als eerst meenemen bij een overstroming? Een portemonnee. Waarom uw portemonnee? Dan kan ik altijd overal toch weer iets doen, ook voor andere mensen te helpen. En uiteraard je familie natuurlijk, die zou ik ook wel als eerste veiligstellen. Maar wie zou het eerst redden van uw familie? Ja, wie er in mijn nabijheid zijn. Zou u op zolder een bootje in huis nemen? Een boot in huis nemen? Ja. Kan dat? Ja. Ja, dan zou ik dat doen. Een bootje in huis nemen? Nee. Een bootje in huis nemen? Dan zijn er luiken en dan kan de boot wegvaren van uw huis. Het hangt van de ligplaats af tevoren of zoiets. Dit waren de interviews van de overstroming die in 1916 plaatsvond. We hopen dat u er veel van heeft geleerd en graag tot ziens.